ben ik door mijn reserves heen. Wij geven jou een kerstpakket. Jouw werk dat wordt door ons verzet. Dat ben je niet. Even al die lasten delen. Is dit? Met een glimlach ga jij straks naar bed. Lieve Nicole. Weet je wat dit is? Jij staat natuurlijk met je mond vol tanden, want het is een gekkigheid hier natuurlijk. Kijk eens wat we hier allemaal voor je geregeld hebben. Ik ga het je uitleggen. Wij weten hoe verschrikkelijk druk jij bent rond de kerstdagen. Ja. Al je personeel ziek of met wintersportvakantie om gek van te worden. En jij maar ploeteren. En al die klanten die op het laatste moment nog een kerstpakketje willen hebben of een kerstboeketje. Ik ben helemaal aan het trillen. En jij maar bellen. Nou, dat moet je niet doen. We hebben een verrassing voor je. Wat dan? We hebben met heel veel zorg een kerstpakket samengesteld. Mag ik jou voorstellen? Ja. Mario de Masseur. Fotograaf Nick. Schoonmaakster Kimberly. Oh, God. Ja, klusjesman Hans. Kijk hem. Visagiste Brenda. Oh. En Romo Girl Ron. Oh. Deze mensen gaan jou een handje helpen. Ja, dat meen je niet. Dankjewel. Dank je wel. Helemaal nieuw manier. Personeel krijgt altijd hele mooie kerstpakketten. Maar ja, Nicole eigenlijk niks, nee. Ja, dat is gewoon zo. Kijk, de werkgever geeft natuurlijk. Man, ik kan wel janken.